Hallo, ik ben Remy Wolfs. Ik heb vandaag een heel spannend moment voor mij. Achter mij is binnengekomen, 11 maanden gewacht. Vandaag is het grote moment. Ik ga mijn Akai Iwi Solo uitpakken. Jullie mogen meekijken. Ik weet niet wat erin zit. Ja, ik weet wel wat erin zit, maar hoe het gaat lopen weet ik niet. Hier is hij dan. Door problemen met de chips en transport was het lange tijd heel erg lastig om aan zo'n instrument te komen. Ik heb bij een leverancier 11 maanden gewacht en daarna besloten ze toch niet te kunnen leveren. De deal was gecanceld en met een andere leverancier was hij direct te krijgen. Ik heb hem gisteren besteld, vandaag binnen. Ik ben er heel blij mee. Mensen, we gaan het zien. Of ik er zo meteen, als ik hem uitgepakt, ook nog blij mee ben. Zo. Hij gaat open. Eens even kijken. Eén doosje. Even zit in. Oh, een USB laadstekker. Even kijken. Een draagriem. Volgens mij even kijken. Nee, is niet elastisch. Hij voelt een beetje elastisch aan, maar is het niet. Even kijken. Oh, er zit een vergrendelsysteempje op. Even kijken hoe het werkt. Naar beneden schuiven, dan kan ik schuiven. Ja. Dus deze heb ik nog niet gezien op van die bandjes. Deze zijn natuurlijk standaard. Natuurlijk bij saxofonisten gebruiken ze veel. En met klarinet heb je ze natuurlijk ook. Maar deze heeft een vergrendelsysteempje. Hier zit een schuifje, die kun je verschuiven. Als ik het zo snel zie, en nu kan ik niet meer schuiven, dan zit hij vast. Als ik hem naar beneden zet, dan kan ik wel schuiven. En misschien wel makkelijk. Ik ga deze alvast even omhangen, die heb ik direct voeden. Dus verder ziet het wel een heel simpel bandje uit. Dus ik denk de band die ik voor mijn klarinet heb, makkelijker is, prettiger is. Maar ik ga hem gewoon eens proberen. Zo. Verder zit er dan een startersgids in. Eens even kijken. Dan hebben we hier het dopje. En de USB laadkabel. Eens even kijken. Dit is zo'n dit type kabel. Die past natuurlijk mooi in de in het instrument straks. En deze is voor in de computer of in de lader. En nu komt natuurlijk het spannende. Het instrument. Schuiven zo. Nou, hier is hij dan. Hij voelt wel qua gewicht. Ik zou zeggen een klarinet. Het is ook een beetje de formaat.
Daarachter staat een klarinet. Mijn kabel is misschien niet zo lang, maar ik zal hem eens ernaast houden. Hij is een beetje vergelijkbaar met de klarinet, een beetje langer. Eens even kijken, deze kan erin. Oh, dat is een open haakje, dat is niet zo handig natuurlijk. Deze is natuurlijk, dat was me net niet opgevallen met zo'n open haakje. Er zijn natuurlijk al veel betere haakjes te krijgen. De rollers aan de achterkant, de knopjes, de USB, nu weet ik niet of er al stroom op zit. Ik ga gewoon eens op de, eens kijken, op het aanknopje duwen. Dan gebeurt er wat, hij heeft net al wat stroom. Het schermpje aan. Moet hij nu laden? Dat weet ik nu natuurlijk nog niet. Oh, dan gaat hij wat doen. Kan ik, oh ja, volume. Ik ga hem zo meteen aan de geluidsinstallatie aansluiten, maar ik ga eerst gewoon erin blazen. Ik heb nog nooit op zo'n ding geblazen. Eens even kijken, daar komen de vingers. Oh, een bandje. Oh, ik kan sneller, het kan wel eens ingesteld worden, maar ik kan sneller aanstoten als dat ding kan reageren. Een kabel, dat had ik natuurlijk al kunnen klaarleggen. Waar is die? Even een hele herrie maken hier. Ik heb hier een standaard instrumentenkabel. Ik heb er eentje met een hoekje in. Die gaat hierin. Die gaat hier in de geluid. En dan moet ik even gaan zorgen dat jullie ook iets kunnen horen. Eens even kijken. Ik weet niet hoe hard het wordt. Niet schrikken als het te hard klinkt. Dat is nog even oefenen. Hij is nog spannend. Ik heb nu daar even doorgeblazen en hij reageert stokken. Alsof hij meerdere toontjes registreert. Dat is wel even interessant. Ah, dat zal misschien met de vingers hier zijn. Ja, ik speelde net in de D. Haha, die is leuk. En wat ik nu deed, ik schoof met mijn duim hier over de rollers en ik pakte de glijdslip mee hier. Met mijn duim en toen maakte die dat glissando effectje. Het is leuk, speelgoed. Ik heb nog wel werk eraan. Ik ga eens even kijken. Als het goed is, kan ik hier een instrument kiezen. Nu ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Nou, ik heb hier de jazzy klarinet. Ja, hij is geselecteerd. Dat ging heel makkelijk. De geluidskanaal heeft een beetje te veel output. Ik moet hem straks even wat zachter zetten. Ik gooi erg veel output naar mijn mengpaneel. Dat had ik toen eerst ook. Hij gaat dan één toontje omhoog zonder dat ik de vingers beweeg. Waardoor die. Nou ja, ik vind het eerlijk gezegd nog niet heel erg naar jazzy klarinet klinken, maar ik vind het wel een aangename klank. Ligt misschien ook aan mij. Eens even kijken. Dan gaan we even door. Oh, ik ben heel te ver. Even kijken. Oh ja, een
klassieke fluit. Laten we eens kijken wat er dan gebeurt als ik hier opduw. Reageert lekker. Hij doet alleen soms nog nootjes erbij die ik niet maak zelf. Moet even uitvogelen wat het is. Het kan ook zijn aan de respons. Mijn vingers zijn gewoon snel. En die dingen zijn, zoals ik van tevoren gelezen had, vaak gewoon heel gemiddeld ingesteld. Om het iedere speler mogelijk te maken om erop te spelen. Je kunt ze veel gevoeliger instellen, maar dan wordt het veel moeilijker om voor iemand die niet zo heel handig is om goed te spelen. Je kunt hem ook wat makkelijker inzetten, dus wat minder gevoelig. En dan veranderen dingetjes niet. Dan moet ik even mee spelen welke kant ik op moet. Ja, en of het echt een fluit klinkt. Ja, klassieke klarinet. Kijken wat eruit komt. Ik raak ergens iets aan waardoor die omlaag springt. Dat is nog eventjes een werkje. Was ook even om te laten zien hoe het werkt. Ik ga nog even door. Ik was naar één dingetje heel. Dus ik geef natuurlijk klarinetles, fluitles, saxofoonles. Ben ik heel vertrouwd met die instrumenten. Maar ik vind natuurlijk sommige andere instrumenten ook geweldig. En ik vind bijvoorbeeld een cello ook een prachtig instrument. Dus ik pak het cello om te kijken wat er uitkomt. Nu moet het mogelijkheid zijn om de grepen in te stellen. Nu weet ik het even niet meer in mijn hoofd. Ik heb er dan eerst wel even naar gekeken. Nou, daar ga ik nu niet over op in. Ik neem aan dat hij op de standaard IWE grepen staat. En dat voelde voor mij niet verkeerd. Ik heb niet iets heel raars gemerkt. Nu ben ik wel gewend om verschillende grepen door elkaar te gebruiken. Dan kan ik me meestal aanpassen. Het voelt ook niet verkeerd aan. Hij doet soms ook dingen en denkt, wat doet hij nou? Dat is even zoeken. Maar eerste blik zeg ik, leuk dingetje, leuk speelgoed. Ik ga daarmee aan de slag. En dan zal ik binnenkort nog een videootje maken. En daarmee gaan we dan, dan ga ik dan even in op dingetje die ik tegengekomen ben. En denk van, oh, dit valt wel op, dit is wel raar, of dit is leuk. En, maar eerste blik zeg ik, het is een heel mooi ding en ik ben blij dat ik hem besteld heb. Jammer dat ik zo lang moest wachten, maar dat zal waarschijnlijk nu wat minder dramatisch zijn nu de leveringen weer op gang beginnen te komen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende video. Like mijn kanaal ook eventjes, dan krijg je een belletje als ik een nieuwe video upload. En wil je mij wat laten weten, heb je commentaar, aanwijzingen, weet ik veel wat, laat het me ook even weten.
Tot de volgende keer.